Erik, je rentree na ruim 4 maanden. Hoe ging het? Hoe ging het? Nee, ja, het ging wel aardig. Buiten het resultaat gezien voelde mijn voet voelde gewoon goed. En eigenlijk zat tot nu toe helemaal geen last. Dus ook verder geen reactie gehad in de wedstrijd of hier nu naar de hand? Nee, ik heb wel wat paar tikken erop gehad. Dat is alleen maar goed. Maar tijdens de wedstrijd ging al die pijn ging toch al heel snel weg. Dus het voelde allemaal goed. En morgen natuurlijk afwachten wat de echte reactie is. Maar ik verwacht geen grote problemen. Ja, want je ging wel af en toe gewoon lekker fel in. Ja, nou ja, het hoort hè. Ik bedoel, als het moeizaam gaat, dan moet je met z'n allen hard knokken en het beste van maken. En hoe ziet het traject er nu verder uit? Nou ja, ik denk dat ik morgen wel, wat ik zeg, kijk naar de reactie van mijn voet. En dan even gaan overleggen met de trainer en de medische staf wat nu de volgende stappen zijn. En, ik ben in ieder geval blij dat ik weer mijn eerste minuut heb gemaakt en dat het allemaal goed is gegaan en eigenlijk geen terugslag heb gehad. En dan je voorselectie bij het Nederlands elftal. Wat vind je daarvan? Nou ja, de trainer had me gebeld om te vragen hoe het met me ging. En hij had gesproken met Filip over mij. En hij hoorde dat ik vandaag minuten ging maken. En hij wil gewoon weten hoe ik ervoor sta. En ik denk dat het alleen maar positief voor mij is.